Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht woensdagmorgen een bezoek aan ziekenhuis Jongeschans in Heerenveen. De minister sprak daar met initiatiefnemers die communicatiemiddelen hebben ontwikkeld voor persoonlijke informatie voor patiënten. De digitale ontwikkelingen moeten leiden tot meer transparantie in de zorg. Dr. Oei is van het Flevo ziekenhuis, is ook heel erg bekend op dit terrein, want die trekt daar ook al jaren aan om die informatie heel helder en goed bij de patiënt te krijgen. Dat patiënten het ook rustig kunnen beslissen en zien, in plaats van dat ze even op bezoek komen bij een dokter, horen wat ze hebben en vervolgens meteen de keuze moeten maken. Want dat is niet de manier waar we het op moeten doen. Maar je kunt het ook op je eigen tijd doen en in je eigen huis doen. Wanneer het je past. En dan kan iemand met je meekijken van het gezin. Dus dat heeft allerlei voordelen. En die technologie is er, dus laten we er gebruik van maken. Voorbeeld voor andere ziekenhuizen in het land? Zeker, ik ben ontzettend enthousiast. Niet alleen de Digipoli, maar ook de artsen. Die hebben zoveel power en zoveel enthousiasme hiervoor. Zoveel hart voor de zaak, dat ja, dan ga je helemaal weer opgeladen, ga je weer naar Den Haag.